Aan de rand van het rustige stadje Gramsbergen in Overijssel ligt het gezellige vakantiepark Het Hoge Holt, gelegen in de prachtige natuur van het Vechtdal. In deze korte film neemt Erik Hulzebos, een bekende inwoner van Gramsbergen, u mee door het park en het stadje Gramsbergen zelf. Beleef de streek. Het is echt een streekwinkeltje hier binnen het Hoge Holt. Met allemaal producten wat hier in de streek gemaakt worden. Hier heb je dan de ijshoeve Bosman, die heeft een ijs. De Lutter S wijn. Lutten ligt hier ook dichtbij, is wel mooi dat hier dan ligt in die winkel. Even kijken, ja, chippies, kaas, dat wordt hier allemaal gemaakt. Dit is trouwens nog een mooi verhaal, Slapmanskoek, dat is echt een beetje, ja, dat wordt in heel Nederland eigenlijk wel verkocht. Het is een beetje een bekende koek. De eigenaar hiervan heb ik in 1985 de Elfstedentocht mee geschaast. Maar toen was ik nog maar 14 en ik mocht niet alleen van mijn vader en moeder. Dus deze man die dit gebakt heeft, heb ik in 85 de Elfstedentocht mee geschaast. Toch geweldig. En natuurlijk de Kids Club. Ja, dat is al die wat te doen hier voor kinderen. Prachtig toch? Hoe moet ik dat zien? Hoe gaat dat in de vakanties? Wij zijn een recreatieteam. We hebben ongeveer een team van 10 personen. En die staan alle weekenden en schoolvakanties klaar voor de kinderen die hier op het park verblijven. Of die hier gewoon uit de buurt komen. En vonden jullie het leuk? Ja. Ja? Hier bij de piep? Hoera! Precies, dat is hartstikke mooi. Ja, ik heb iets met brugjes, maar dat wisten jullie natuurlijk wel. Maar de Elfstedentocht gingen we er altijd onderdoor. En hier op het Hoge Holt mag je er overheen lopen. Dat is toch prachtig? Het oudste kroegje van Gramsbergen en misschien ook wel van een regio van 1857 en is open. Daar maken ze eigen bier, de Mommerieten. En de eigenaresse, Carina Kelder. Dit is echt het oudste cafeetje van Gramsbergen, hè? Ja, zeker van 1857, altijd café geweest, huiskamercafé. En eigen bier brouwen. Ja, ja, wij brouwen al meer dan 20 jaar bier, zowel mijn mama als ik. Ja, wij zijn alle dagen open voor iedereen, ook voor een lekkere kop koffie. Maar natuurlijk ook voor onze bieren. En daar hebben we speciale activiteiten voor. Rondleidingen, proeverijen, workshops. Dus dan mogen ze zelf bier maken? Ja, daar gaat de groep die gaat echt in de pannen en de potten aan de slag zoals wij vroeger bier brouwden. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En ze maken ook daadwerkelijk hun eigen bier. Hey, en waar gebeurt dat dan wel? In de brouwerij. De hop hangt aan de zolder. Dit is de hop, hè? Nee, dat is gerst. Oh, dit is gerst? Ja, okay. Bier brouw je van water, malt, gerstemalt. Okay. De hop die daar inderdaad ook aan de zolder hangt en gist, biergist. Precies, en dit hebben allemaal verschillende smaken. Kun je dan... Ja, dat is hop, maar dan samengeperst. De hopbellen worden gedroogd en dan samengeperst en dat voegen wij toe aan ons brouwsel. Dus hier wordt het bier vanaf begin tot einde gemaakt? Jazeker, tot het afvullen. Tot aan in de glazen? Ja, tot en met in de glazen. Heel even proosten. Hey mama. Hey. 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 Nou, het overnachten, dat kun je toch beter doen op de Hoge Holt.
Normaal mag je in dit museum niet geen foto's maken en niet filmen, maar ik neem jullie toch heel even stiekem mee. Ik sta hier in het museum van Gransbergen en ja, het museum. Maar er is maar één museum. En hij dan in Gransbergen, dan moet je er eigenlijk wel in zien. Hier is veel gebeurd hoor, slag bij Anen en ja, van alles. Dit is een hele ouderwetse somp en we hebben wat futters, dus mensen die 65 jaar of ouder zijn, die vroeger timmerman waren, die hebben exact zo'n som gemaakt en die liggen hier in de haven, in Gransbergen. Het is maar één maar iets weten. Als je nou echt letterlijk en figuurlijk in de put zit, pak dan een wikkie toegold. Dit is misschien niet interessant, maar ik vind hier nog een foto van Dr. Fassbinder. Die heeft mij ter wereld gebracht. Mijn moeder heeft er al die door, was een aardige man. Nou, bedankt. Ja. Doei ja. Nou, ik zit hier bij de plaatselijke kapper en als je nou een keer echt klassiek wil laten scheren, dat kan ook. Kalla. Straks een deur sturen naar mevrouw. Ik heb het niet opgericht. Ah, nou. Hoi. Dank u wel.